Someone once said that you can't go home again, but they lacked vision. And a temporal discombobulator. Uitleggen dan, we hebben twee groepen, Alliance en de Horde. Deze twee groepen die vechten tegen elkaar, dus eigenlijk is daar blauw, of je het al heel simpel ziet, het is blauw tegen rood. Ik zie alleen wel dat mijn facecam er net een beetje voor zit, maar dit is dan dat laatste icoontje net daar onder mijn, achter mijn hoofd. Deze dus. Nu wel, gelukkig, gelukkig. We hebben twee groepen, Alliance en de Horde, en die vechten tegen elkaar. En als je de tegenstander tegenkomt in de wereld, dan kunnen ze jou zomaar ineens aanvallen, mits je op een PvP server. Zullen we even met z'n allen eventjes bekend gaan worden met de game, en wie weet gaan we later, in een later stadium, een PvP server joinen. En je ziet ook iedere race, bijvoorbeeld de humans, die heeft zijn eigen specialiteit ook qua race. Bijvoorbeeld de humans, die hebben increased spirit, stealth detection, die zien beter mensen die onzichtbaar zijn. En een verbeterde skill met zwaarden en maces. Dus dan heb je meer kans dat je iets raakt. Dat is ook handig als je bijvoorbeeld een warrior bent, of paladin of een rook. Ja, de spirit is weer fijn voor een mage, warlock en een priest. En een paladin als je een healer wordt. In ieder geval, daar gaan we later verder op in. Wij gaan terug naar onze character screen, want we hebben onze character al. Daar gaan we ook mee inloggen. Dan gaan we de wereld betreden. Water tegen vuur. Ja, inderdaad. Dat is een beetje Joris en de draak gevoel, hè, bij de Efteling. The noble humans of Stormwind are a proud, tenacious race. Though the recent invasion of the decimated their sister kingdom of Lordaeron, the defenders of Stormwind stand vigilant against any who would threaten the sanctity of their lands. Nestled in the foothills of Elwyn Forest, Stormwind City is one of the last bastions of human power in the world. Ruled by the Child King Anduin Rin,
The people of Stormwind remain steadfast in their commitment to the Grand Alliance. Backed by their stalwart allies, the armies of Stormwind have been called away to fight the savage horde on distant battlefields. With the armies gone, the defense of Stormwind now falls to its proud citizens. You must defend the kingdom against the foul mongrels that encroach upon it, and hunt down the subversive traitors who seek to destroy it from within. Now is the time for heroes. Now humanity's greatest chapter can be told. Oh, ik moest al de hele intro. Ik denk, ik wacht nog even tot het event klaar is met lullen. Dan kan het eruit. Mijn add-ons werken voor geen meter, merk je. Dus we gaan ze even allemaal uitzetten. Zo. Het grootste verschil is van het spel van nu. En nu de classic die nou uitgekomen is. Is het is stukken moeilijker. En dat trekt mij aan. Want je denkt dat je niet zomaar eventjes 5 van die beesten op je afkrijgt. Want dan ga je gewoon dood. Ga je gewoon keihard dood. Je kunt het niet alleen. En je moet het ook niet alleen willen. Tenzij je weet waar je mee bezig bent. Ik ga wel even instant quest tekst aanzetten. Want dat duurt me te lang als ik moet wachten tot er heel die tekst er staat. Even één momentos. Ik zit verkeerd. Interface add-ons. Even kijken. Name. Mijn name. Dat wil ik ook wel graag zien. Dat vind ik wel zo fijn. Even kijken. Action bars wil ik er ook op hebben staan. Sociaal. Instant quest tekst moet hier ergens tussen staan. Daar staat die. Zo. Dus als ik nou een quest aannemen, kijk, dan staat gelijk die tekst. Dan hoef ik niet te wachten tot die er eigenlijk opgeschreven wordt. Hey, bakkie koffie. Hey, lekker. Ook Twitch staat in follow-only mode. Betekent als je niet gefollowed bent, kun je ook niet typen. Dan wil ik een beetje die de rotte appels ertussen uithalen. Die denken van, hey, leuk stream, ik ga even kloten. Nou, dat gaat niet gebeuren. Tenminste, een stuk minder, laten we daarop houden. Oké, we krijgen de eerste opdracht. En dat is speak with Marshall McBride. See you later. Dan zie ik hier een geel dingetje op mijn map daar. Dus ik weet dat ik daar naartoe moet. Maar ik ken de quest ook deels, meestal allemaal uit mijn hoofd. Omdat ik het spel heel lang geleden ook gespeeld heb. En dan gaan we door naar de volgende quest. Dit is dan je character. Ik zal hem heel eventjes laten zien zo. In een mooie rode, roze, roodachtige jurk. Hieronder zien we een klein pictogrammetje van mezelf als stap klik. Er zit ik moet echt eten boeren man. Op de character tab. En hier heb je allemaal slots qua gear. Je komt je gear te staan. En hier heb je je inventory. Ik heb nog meer slots, alleen ik heb geen bags. Dus die moet ik of zelf maken door een profession. Of ik moet geluk hebben en een van die beesten dropt zo'n bag. En dan kan ik die gebruiken voor meer slots. Op de handen natuurlijk. Hey Kevin, hallo Sharkforce. Je hebt een hele vervelende kleur, want ik kan hem bijna niet lezen. Je leeft nog. Ik ben er nog. Ja, gelukkig wel. En de L, oftewel dit trofeetje hier, geeft aan welke quest je aan het doen bent. Ik ga even shift klikken, dan komt hij hier te staan. En hier zie je eigenlijk al in het kort wat ik eigenlijk moet doen. En het is heel simpel. Kobold Vermin Slain. Nou weet ik toevallig dat ik hier ook nog een quest moet accepteren. Kunnen we een keer 5M roleplay doen samen? Dat kan. What can I do for you? Maar niet vandaag. En wij gaan naar de Kobold Vermin zitten hier ergens. Alleen, zoals je ziet, heel veel mensen die zijn aan het spelen. Dat kun je ook wel merken in de queue, want die is echt belachelijk groot. Vermins. Het is echt vechten om je eigen poppetje hier. Of je poppetje, je eigen tegenstander. Want ze worden gewoon massaal afgeslacht door al die spelers. Dat is echt bizar. Hoe is het met die vliegies? Vliegies? Wat? Ik bedoel, de vliegtuigen, dat gaat goed, hè. Oh, ik heb hier nog een quest. Zal ik hem ook even toevoegen? Ik moet spreken met... Oh, ik moet tegen hem praten. Nou, dan kan ik hem niet toevoegen. Ik kan ook niet vandaag. Oh. Hey there. Nou, komt er even goed uit. Safe travels. Safe travels. Nou, dan pakken we de questlog er weer even bij.
En ik weet al wat ik hier moet doen. Ik moet namelijk wolven killen. En dan de meat die ze droppen, die moet ik verzamelen. Dus het vlees wat ze droppen. Die moet ik hebben. Deze gaat even weg. Dit zijn mijn spells. Deze komt hier te staan. Deze komt daar te staan. Eigenlijk is wat je hier beneden ziet, is mijn spel. Dat is mijn aanval. Hiermee doe ik schade. Een andere spel die, je net zag, die staat hier rechts. Als ik daarop ga staan, dan zie je rechts onder in de hoek. Bescherm de caster. Met, dan krijg je 40 extra armor. En hij geeft je 3 health per 5 seconden. Als ik daarop klik, krijg ik een buff. En die zie je hier ook staan voor 30 minuten. Heb ik nu 40 armor en 3 health per 5 seconden. Dit moet ik in de gaten houden, mocht deze bijna op zijn. Die telt zichzelf af van 30 naar 0. Dan moet ik hem weer opnieuw aanklikken en dan ben ik weer beschermd voor de komende 30 minuten. Al directeur van Eindhoven Airport. Weinig. Even kijken, we moesten de Vermins hebben. Is dat deze? Dat is een Wurker. Vermins. Waar zitten de Vermins, jongens? Ik heb geen flauw idee. Oh, je zit erin. Pak hem. Huts. Nou, dat is de eerste die we gaan killen. Het is echt een hele slow pace game. Lekker relaxed. Maar zoals ik al zei, het leukste ervan is de allereerste versie, dus Classic, oftewel Vanilla, waar het ook al bekend om staat. Is dat het moeilijk is. Nou, dit is het begingebied. Ik kan het even laten zien. Dit is het gebied. Hier begin je van level 1 tot level 10. Daarna ga je echt de grote open wereld in. Ik zal even laten zien hoe groot dat die eigenlijk is. Wij zijn nou daar. In dit gebied. En dit zijn allemaal gebieden. Het spel is zo immens groot. Het is moeilijk als je nou voor de eerste keer kijkt en je denkt van, yo, what the fuck. Maar we komen er vanzelf al achter, joh. Dat komt allemaal goed. Godsamme. Ik moet een vermin hebben. Een Wurker is hem ook niet. Ik word helemaal gek. Ja, nee. Ja, die is van mij. Afblijven. Zo. Ik snapte wel waarom het 1 uur rustig was. Voor velen is school begonnen. Ja, inderdaad. Klopt. Gelukkig voor mij never nooit meer. En ik heb dus ook vakantie. Vandaar dat ik nou live ben. Anders was ik waarschijnlijk niet eens live geweest. En ik zag zojuist dat ik een belt heb gekregen. Met 3 armen erop. Kijk, als ik hem versleep, dan zie je dat hij hier al blauw wordt. Dit is het slot voor de belt. Nou, daar zit nou nog niks in. En we hebben net eentje gekregen, dus die slepen we daarin. Zetten we daarin. En je ziet ook de statistieken, die schieten omhoog. Want er zit 3 armor op. En voorheen was dat niks. Dus vandaar dat de statistieken dan ook omhoog gaan. En zo wordt je poppetje langzaam, maar zeker sterker. We gaan ook even wat wolven killen, want die moeten we ook hebben. Want we moeten het vlees hebben. Om precies te zijn, we moeten er 8 hebben. Een resist, dat is zo jammer. Huppakaas, heb je hem niet? Kijk, deze moeten we hebben. Tof. Wolf meat quest item. Nou, de rest pak ik ook gewoon. Kijk, die moet ik ook hebben. Er zijn boots. Als ik nou shift klik, dan zie je nog een scherpje ernaast staan. Daar staat currently equipped. Dus wat ik nu aan heb, dat is deze. De Acolyte shoes. En die heeft 0. En wat ik hier in mijn inventory heb, is hetzelfde. Alleen dan met 5 armor erop. Dus die gaan we ruilen. Want dit is beter. 5 armor is beter als helemaal niks. En GG, wat? Kevin, ik heb een duivelsprobleem. O jee. Oh, hij pakt mijn wolf. Vuilak. Nou, dan pakken we een andere. Wat is jouw probleem? Ik ben benieuwd. Alle overige dingen, zoals je deze ziet, bijvoorbeeld die fangs en zo, die broken fangs, is allemaal geen reet waard. Maar je kunt het gewoon verkopen bij een vendor, dus dan heb je altijd geld. Dus eigenlijk moet je, als je het spel speelt, altijd alles looten. Alles pakken wat hij dropt. En al die meuk gewoon verkopen. I need more mana. Dat is ook een nadeel van een caster bijvoorbeeld. Zoals ik nou doe. Ik kan geen spels meer casten. Zoals je ziet bij de 1. Nou kan ik het wel gebruiken. Oh, we zijn meteen level up. Dat is ook nice. We hebben hier 2 balken. Een groene en een blauwe. Een groene, dat is uiteraard je levens. Die zie je naar beneden gaan als je wordt aangevallen. Het blauwe is mana. En mana gebruik ik om mijn spels te kunnen casten. Zoals je nou ziet. Shadow Bolt. Zie je rechts in de hoek. Rechtsonder. Die kost 25 mana. Dus elke keer als ik deze spel gebruik, gaat er hier bij die blauwe balk 25 vanaf. Want ik heb in totaal 163.
Die 163 die wordt ook wel meer naarmate ik mijn levels omhoog gaan. Maar naarmate mijn levels omhoog gaan moet ik ook weer nieuwe spels kopen. En die nieuwe spels die kosten ook weer nieuw meer mana. Dus ja, in verhouding blijft het gewoon hetzelfde. Alleen de getallen gaan omhoog. Voor zowel je mana als de spels van de mana die gaan ook omhoog. Dus kijk, nou ben ik Shadow Bolts aan het casten. En dan zie je ook die blauwe balk, die zie je minder worden. Want ik ben die spel aan het gebruiken. I don't have a target. I need a target. Mocht je vragen hebben in de chat, dan moet je ze ook gewoon stellen als je denkt van hé, hey, hoe zit dit? Wat is dit? Wat is dat? Dan mag je ze ook gewoon stellen natuurlijk. Ik weet niet. Nou, tenminste. Not enough mana. Not enough mana. Het is alweer op. Het is ongelooflijk. Dan heb je ook manieren om mana sneller terug te krijgen, dus door te drinken. Er zijn bepaalde items die droppen of gemaakt kunnen worden. Kijk, nou zijn we aan het eten en drinken en meteen zie je dat je mana meteen terug gaat. Het enige wat je wel moet weten is als ik bijvoorbeeld, laten we hem even aanvallen, onze vermin, die moeten we sowieso hebben, dat is mooi. Kijk, nou zie je daar twee zwaardjes staan, dat betekent dat ik in combat ben. Dan ben ik in gevecht en nou kan ik dus ook niet drinken. Dan zie je hier ook staan in het rood, you are in combat. Dus dan kun je niet drinken en dan kun je ook niet je levens terugkrijgen zo snel. Of je mana terugkrijgen snel, dus dan moet je echt op letten dat je, voordat je iemand aanvalt, even kijken van, joh, heb ik nog wel genoeg mana of genoeg health. Anders ben je gewoon keihard fucked. En... dat moet je niet willen. Ik wil de stream kijken, maar mijn meisje wil ook aandacht. Oh. Ja, dat is... dat is een afweging die je moet nemen natuurlijk, hè. Dat is tricky. Ik ga me daar niet in mengen. Want dadelijk is het van... dat ik het gedaan heb. Dus dat ga ik zeker niet doen. En je ziet hier toevallig iemand staan. Hier daarboven zijn naam, net zoals ik. Maar daaronder. Hij zit in een groep. En die groep die heet Braveheart. Je kunt je eigen groep maken. Je kunt mensen inviten en dan een hele grote groep gaan maken. Dat gaan we ook doen natuurlijk. Wij gaan onze eigen ja, groep. In deze game heet dat een guild. En daarmee kun je zeg maar samen. Heb je ook je eigen chat en zo. En dingetjes. Een beetje allemaal lastig uit te leggen voor iemand die hier ja, geen verstand van heeft. Probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. Je kunt je eigen groep beginnen en die groep die vertegenwoordigt je dan onder jouw naam. Dus als ik nou bijvoorbeeld mijn uitnodiging stuur naar, hoe heet die groep? Braveheart. Dan komt dat ook hieronder te staan als jij een groep joint. Worker, nee die moet ik niet hebben. Ik moet vermins hebben. Vuilak, die wou ik hebben. Daar is er een. Ah jongens, toch wordt hij ook aangevallen. Kijk, zodra iemand hem aanvalt, wordt hij grijs. Dat betekent, als ik hem nou ook aanval, dan krijg ik zeg maar niet de credits dat ik die gozer gekild heb. Dus dat is fucking kut. Kijk, nou is hij geel. Dat betekent dat niemand hem aanvalt. En nou is hij van mij. Zodra ik de eerste hit op dat beest heb, dan is hij van mij. En dan mag ik hem killen. En dan krijg ik wel de credit. Hoe duur is deze game? Deze game is gratis, maar je moet maandelijks betalen. Dat is het nadeel. De game zelf, die kost niks. Ik betaal wat? Iets van 50 euro of zo voor 3 maanden of zo. Dus je moet even kijken op Instant Gaming en dan Game Time. My mana is low. Zo zit dat in elkaar. De echte WoW, de retail WoW, met al die patches en zo, die moet je wel kopen natuurlijk. Want dan heb je verschillende expansion packs. Maar dit is echt de basis game. De basis game die kost niks. Die krijg je gratis bij je subscription. Even kijken, wat moeten we nog hebben jongens? We moeten 2 keer meat hebben. Dus we hebben er 6 van de 8, dus daar moeten we er nog 2 van hebben. En we moeten 5 vermins. Dus dan gaan we eventjes, de vaart erin zetten. Not enough mana. Moeten we nog mana? Ja, ik weet er alles van. Hey, armor Lex. Die hebben we ook nog niet. Ja, die hebben we wel, maar die heeft maar 2 armor. En deze heeft er 4. Dus die gaan we lekker omruilen. Kijk, dat is wel beter. En dan kunnen we deze dadelijk verkopen. Alles wat je niet meer gebruikt, gelijk verkopen. Zorg altijd dat je ruimte hebt in je bags. Dat is altijd handig. Mocht je iets tegenkomen wat goed is. Hup, nog een meet erbij, nog eentje. Nou, ik moet eventjes... ik heb heel weinig mana zoals je kunt zien, dus ik moet de kant... dat bedoel ik.
Dit is het nadeel, als je meteen aanvalt, zie je, nou heb je geen mana. Ik ben wel midden in een gevecht. Ik kan wel een beetje met mijn mini-zwaardje daar erin bonjouren, maar je ziet, dat doet bijna geen schade. En het spel, vergeleken met dat, resist. Oh, godverdomme. Die doet 12, die doet echt 4 of 5 keer zoveel damage als mijn, ja, mijn kleine mesje, zeg maar. Hebben we nou genoeg? Ja, we hebben er 8 van de 8, dat is mooi. Je ziet dat we die quest daar al kunnen inleveren, die gozer daar. Maar ik wil eerst even die andere quest ook afmaken, lever ik dadelijk alles tegelijkertijd in. Dat vind ik fijner. Weet je wat ik doe, Kevin? Ik kom zo terug bij de stream, ik ga haar even helpen. Oh, dat is goed, jongen. Succes. Dan zie ik je zo weer. Wij gaan vermin zoeken. Want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Ja. Oh, dat is een worker. Fuck. Pak nog de verkeerde ook. Gadverdamme. Nou, ik heb net zo goed killen, want hij valt mij nou toch wel aan. 1, 2 en dood. Zo. Vermin, daar is er eentje. Jammer joh, die is van mij. Och, je mana is weer op. Och, het is ook zo'n zeikert af en toe, hè. Oh, ik zal mijn ding eens even unmuten. Want ik zit in het kanaal, maar ik heb mezelf gemute, zie ik. Dus mocht je willen kletsen, dan kun je het livestream kanaal joinen. Voor degenen die spraakrecht hebben natuurlijk. Ja, je kunt ook gewoon joinen, dan kun je mij horen, maar ik hoor jullie dan niet. Even kijken, Vermin, hier is er nog eentje. Moeten er nog 4, jongens. En dan zijn we klaar. Hier, een armor piece. Een back. Dus over op je rug. Een cloak heet dat in het Engels. Als je die op je rug doet. Hup, hebben we weer 3 armor erbij. En dan moesten we nog een vermin hebben. Even kijken, nog 3. Timeout Marina, ziek zijn. Wat? Ja, inderdaad, wat? Nee, die is van mij. Jammer joh, ik heb hem aangeraakt. Thank you. Kijk, nou valt hij hem aan, maar hij krijgt er niks voor, want hij is van mij, zie je? Ik krijg de kill. Dat is wel een leuk dingetje om te weten. Kijk, als ik nou hem zou aanvallen... Kijk, hij is nou grijs. Dus als ik hem nou aanval... Kijk, gaat hij dood. Ik kan hem ook niet looten, ik krijg er niks voor. Ik krijg de kill ook niet. Dus je moet echt zo'n beest aanvallen die niemand aanvalt. Anders, ja, kill je mij eigenlijk voor Jan met de korte achternaam. Vermin, die is van mij. Ik hoor trouwens geen game muziek. Staat daar uit ofzo? Volgens mij heb ik zojuist iets opgepakt. Ja. We hebben handschoentjes. Kijk, die hadden we ook nog niet. Als je nou goed kijkt naar die handen van hem, dan zul je daar zien als hij ze aantrekt dat hij ze ook daadwerkelijk meteen aan heeft. Dus alles wat je hier aanpast, dan zie je meteen terug op je character. Dat is ook wel interessant. Dus kun je zien hoe een bepaalde staf of zo, of een zwaard eruit ziet. Even kijken. Wat moesten we nou nog doen? Niks meer. Oh, we zijn klaar. Oh, dat is fijn. Dan gaan we alles inleveren. Degene die ons die opdrachten gegeven heeft, daar loop je nou terug naar. Dan zie je ook het vraagteken. Geel. Dat betekent, yo, je kunt hem inleveren. Dus dat gaan we ook zeker doen. You need something? En dan geeft hij een reward. Dat kan zijn items. Dat kan zijn geld. Of iets anders. In dit geval gaan wij voor deze. Deze kunnen we niet aandoen. Want zoals je ziet in het rood staat ladder. Dat is leer. En leer is niet wat ik aan kan trekken. Dat is voor een andere klas. Dus voor een rogue of zo. Of een druid. In ieder geval, wij moeten klot hebben. Dat zie je hier ook staan. Klot, die is niet rood. En dat betekent dat je het gewoon aan kan trekken. Dus dat gaan we ook zeker doen. See you around. En we gaan meteen weer een level omhoog. We zitten nu op level 3. Zie je ook hier linksboven. En we gaan even zoeken waar die ook weer zat. 7 armor hier. Dat is deze. En wat we nou aan hebben heeft 5 armor. Dus het is ook weer een upgrade. Dus die gaan we daar naartoe slepen. 7, zo. En die oude die zetten we hier neer. En die gaan we dadelijk ook gewoon weer verkopen. Dan gaan we de andere quest inleveren. Namelijk degene met de wolven is dat volgens mij. King's honor, friend. Oh nee, de Vermin quest. Dan krijgen we 2 nieuwe opdrachten voor in de plaats. Light bless you. 1
Light be with you. Twee. Be careful. De Tainted Ladder. Oftewel de... De... Hoe heet het? De beschreven brief is het als je het vertaalt naar het Nederlands. Ik weet toevallig dat ik die hier moet inleveren, want ik ken deze quest. Hey there. Hi. Moet je nagaan, hè? Toen deze game in 2004 uitkwam, niemand wist hoe het moest. Echt iedereen moest letterlijk zijn questlog openen. En die moest dit helemaal gaan lezen. Ja, je ziet het nou niet, ik kan wel even aan de kant gaan. Maar die moest dus, die gehele quest, die moest hij gewoon lezen. Wat hij moest doen, want niemand had het spel ooit van tevoren gespeeld. Dus je moet echt lezen waar je naartoe moest. Want als je je map opent, je weet niet waar je naartoe moet. Het staat er niet, wordt niet aangegeven. Dan moet je gewoon lezen. Tegenwoordig heb je wel add-ons en zo. Van die plugins die je kan installeren. En dat je dan je map opent, dat je kan zien waar je naartoe gaat. Ik heb ze nog niet geïnstalleerd. Ik weet ook niet of ik dat ga doen. Misschien is het wel handiger. Het scheelt ons weer een heleboel tijd en frustratiemomenten. Maar aan de andere kant, die zijn ook wel weer leuk. Toch? Een beetje frustreren. En... Oh, nou moeten we die Cobalt Walkers gaan killen. Die zitten daar weer, waar we net waren. Maar ik ga eerst voor de Stolen Tome, want deze quest die geeft mij een companion. Die gaat met mij mee en die kan ik ook laten aanvallen. Dus eigenlijk is dat wel heel erg relaxed. Dan kan mijn companion bijvoorbeeld een tegenstander aanvallen zonder dat ik iets doe. Natuurlijk doe ik wel iets, want dan, anders gaat hij dood. Kut. Ik ga het eventjes... Hem killen. Die toon die ligt daar ergens. Zie je? Ik zie hem al. Stolen books. Die moet ik hebben. En als ik snel ben, voordat hij hem pakt, pak ik hem. Hoppakee. Ja, dit moet je uit je hoofd weten, hè? Ja, dat moet niet. Toevallig weet ik het, omdat ik deze game ken. Maar als je die game niet kent, dan moet je dus lezen waar dat die ligt. En het was zo klein. Het was ook niet dat het opvalt of zo, maar het lag gewoon daar. Hier ligt hij gewoon. Hierin, daar. Dit boek. Dat is de item en die moet je dan gaan lopen zoeken. Moet je me voorstellen dat je niet weet hoe het spel werkt en dat je dat echt gaat lopen zoeken. Dan word je helemaal gek. Tenminste, ik zou wel helemaal gek worden. Nou, wij gaan weer terug naar het plekje waar al die beesten zaten van daarnet. Want daarnet hadden we de vermins en daar moeten we de burgers hebben. En nou is het nog simpel, dan kun je alles lekker in je uppie doen. Maar straks, of ja, in een later stadium wordt het moeilijker. En dan heb je hulp nodig van anderen. En dat is het fijne aan deze game. Je kunt mensen vragen, ze zijn echt heel erg behulpzaam. En ik denk dat dat wel iets is wat je aantrekt in een game. Ik bedoel, gamen doe je eigenlijk omdat je het leuk vindt. En dat je dan met meerdere mensen samen kan spelen. Tenminste, dat vind ik het belangrijkste in een game. Als je dit spel gaat vergelijken met bijvoorbeeld de Rocket League. Als je daar slecht bent, word je echt keihard verrot gescholden. Of andersom. Als je alles wint en het verliezende team gaat lopen kutten. Weet je, je kent het vast wel. Mijn inventory is vol, dat klopt. Oh ja, die is niet zo handig. Ik zal wat eventjes wat dingen gaan verkopen. Dan hebben we weer wat geld en weer ruimte om meerdere dingen te kunnen ontvangen. Ik zie dat we hier nog een backpiece hebben van 5 armor. Die van mij is 3, dus die gaan we sowieso eventjes... aanpassen. Zo. Ziet ook, armor is omhoog gegaan naar 108. Ja, in deze game is dat niet zo. Mensen willen je helpen. Mensen, je kunt samen dingen doen. En uiteindelijk ook betere gear krijgen en dat soort dingen. Ik zie hier een quest. Hello. Hallo. Have a good one. Dankjewel. Oh, en we gaan even de quest inleveren van dat boek wat we straks hebben opgepakt. Want nou krijgen wij die companion. En dat is wel heel erg chill. Die gaan we gelijk eventjes meevatten. Ja, jij kan me helpen. Dat was blijkbaar heel grappig. Nou, in ieder geval, complete. Dan gaan we eventjes een spelboek in en dan gaan we die spel halen. Hier is die. De companion, dan moeten we hem even tevoorschijn toveren, want hij is een beetje verlegen. Ik ben benieuwd hoe ze die heet, want hij krijgt vanzelf een naam en die naam die behoudt hij voor altijd. Garlop. Kansloze naam ook weer. Garlop. Nou, dit is Garlop. Garlop, zeg eens even gedag. Nou, daar zit ik dus aan vast. Aan de rest van mijn carrière met deze character.
Dat is hem. Je ziet hier ook meteen een ander minuutje gekomen. Dus eigenlijk het bedieningspaneel van hem. Dus als ik wil dat hij hier blijft staan, dan klik ik hierop en dan loop ik weg en dan blijft hij staan. Zo van, yo, houdoe. Of ik wil hem hier hebben, dan roep ik hem op. Brom. Hij is fucking snel. Echt bizar snel. Alleen hij heeft niet zo heel veel levens. Hij heeft er maar 24. Vergeleken met mij 83. Dus moet ik hem wel een beetje in leven zien te houden. Dit is zijn aanval. Firebolt. Doet 6 à 9 damage per aanval. Dus het is niet veel. Maar het is in ieder geval meer dan ik met mijn zwaardje in zo'n gastje sta te prikken, zeg maar. Even kijken, we moesten de workers nog hebben. Ja, dan moeten we er heel veel van hebben zelfs. Jezus Christus, wordt hij net aangevallen. Val jij die maar aan dan. Oh, dat is een vermin, daar hebben we ook niks aan. Laat me zitten. Oh, die workers, daar zit er eentje volgens mij. Ja, val maar aan. Ja, hij valt hem ook aan, dat is wel relaxed. Huppakaas, dood. 2 van de 10. Hier, nog 1. Pak hem. En in het begin is nog makkelijk, want dat kan ik je ook even uitleggen. Je ziet nou dat het geel is. Dat betekent dat ze jou niet aanvallen. Die vallen alleen aan als jij hun aanvalt. Je hebt bijvoorbeeld ook beesten ertussen als je ze aanklikt. En dan is het in plaats van dat geel, dat is rood. En als je dan te dichtbij ze in de buurt komen, dan vallen ze jou aan. Zo van, hé, oprotten jij, je hoort hier helemaal niet. En dan vallen ze jou aan. En als je dan een groepje hebt staan, kun je zo mee 6 van die beesten achter je aan hebben. Dan moet je gewoon rennen. Als dat gebeurt, gewoon rennen, wegwezen. Ga het je niet lukken, want je gaat dood. Je gaat gewoon dood. En dat kan soms tot vervelende situaties leiden, zeg maar. Ja, frustratiemomentjes noem ik ze altijd. Ja, in de Brabantse volksmond is het ja, gewoon kut. Ja, dat moet je niet willen. Hier weer een worker. Pak hem. Pak hem, jongen. Huts. Oh. En weer looten. Hup, 3 koper. Nou, kan er vanaf hoor. Jongen. Zo. Wat we dadelijk even moeten gaan doen. Als we de quests allemaal hebben gedaan hier. Eventjes naar de trainer. Eventjes nieuwe spells leren. Ja, daar worden we ook weer sterker van. Naarmate je levels omhoog gaat, krijg je ook nieuwe spells die je kan gebruiken. Op het moment zit je alleen met deze. En met Demon Skin. Hè, dus die buff. Increase armor. Deze heb ik van een priest gekregen. Increases je stamina bij 3, dus dan krijg je 3 extra levens. Dus in plaats van 110 heb ik er nou 113. Daar komt het eigenlijk op neer. Even kijken, hebben we nog workers jongens? Want die moeten we nog, even kijken, nog 5. Jezus Christus, zijn ze echt allemaal dood? Dat meen je niet. Oh, hier hebben we er 1. Val maar aan. Huppakee. Lekker man. Dus een vermin, die moet ik niet hebben. En Marina, snap je het al een beetje? Of zeg je van, what the fuck? I don't get it. Even kijken. Nee, dat is een vermin. Worker. Oh, hier staat er eentje gewoon naast me, letterlijk. Ik zag hem niet. Ongelooflijk. Huppakee. Even kijken. Worker, daar, rennen. Oh, hier staat er nog één. Weet je wel, laat mijn beesten hem aanvallen en dan val ik deze aan. Kut. Waarom gebruikt hij geen spels? Hij staat letterlijk met zijn... Och, jongens. Zat hij daar een beetje met zijn meester die gast aan te raggen? Jongen. Nou, nee. Oh, ja. Dat is vervelend. Het is niet ver away. Gewoon doen. Huppakee. Het moet er nog maar 2. 1, 2, 6. Hij doet ook helemaal niks als je niks zegt. Hè. Hij staat er ook gewoon doodleuk te chillen. Zo van, yo, oké, doe jij het maar. Nee, die wil ik. Oké, dan vat jij hem wel. Dan vat ik die wel. Not enough mana. Nou, laat toevallig mijn companion wel gewoon kunnen aanvallen. Kijk, dan staan we toch met z'n 2 op dat beest te beunen. Dat is altijd relaxed. Ja. 10 van de 10. Wij zijn klaar. De groeten. Dan gaan we weer terug. Gaan we alles weer inleveren.
Lijkt wel een leuke game, maar ik snap er nog niks van. Ja, dat klopt. Dat moet je echt gewoon leren. Iedere klasse heeft zijn eigen kleren. Zoals ik moet klot hebben. Zoals je net zag. Kan ik hier even laten zien. Je ziet het ook staan, hè. Daar. Moeilijk aanwijzen met je webcam. Daar ergens. Even kijken, we moesten naar binnen. Gaan gewoon de opdrachten weer inleveren die we gekregen hebben. En dan gaan we ook weer level omhoog. Dus trouwens, die paarse balk hieronder is je experience bar. Als die vol is, dan ga je level omhoog. En nou gaan wij een level omhoog. Let maar op. Poep, en dan begint hij weer opnieuw tot hij weer helemaal vol is. Even kijken. Kijk, deze kan ik niet aantrekken. Dat is ledder, leer en meel. Dat is iets met, hoe heet het? Staalachtig iets. En dan klot. En dat moeten we wel hebben. En dat is een verbetering, want deze is 6 armor. En die ik aan heb is 4 armor. Dus die gaan we doen. Kill 12 laborers. Dat zijn dezelfde, geloof het of niet, dat zijn dezelfde beesten als net. Alleen die zitten in die grot. En hoe kun je weten dat daar een grot is? Ja, of een grot, een ingang. Maar die kun je ook zien op je map. Namelijk dat ding daar. Dat is een ingangetje. Dat is daar. Ik vind het echt een topgame. Lekker relaxed. Geen haast. Je kunt het samen doen. Je kunt iemand vragen van, yo, kun je me helpen? En dan zal hij of ja zeggen, of hij zegt van, nee, denk ik niet. Maar het is altijd wel gewoon relaxed. En 9 van de 10 keer willen mensen altijd hulp hebben, hè. Hoe meer mensen, hoe makkelijker dat is. Dat is ook in feite wel. Het probleem is alleen, als je bijvoorbeeld samen, als je iemand invite, kijk, als ik deze aanklik, deze persoon, en ik kan hem inviten, dan komt hij hier onder bij mij te staan in de groep. Ook krijgt hij ook zo'n portretje, komt hij hier te staan. Alleen wat de game dan doet, als ik iemand kill, in plaats dat ik alle XP krijg, alle experience die ik krijg om te levelen, wordt al door de helft gedaan. Want dan krijg ik de helft en die persoon krijgt ook de helft. Dat is wel heel vervelend. Want ik weet, ik kan deze shit ook gewoon alleen doen. Dus het is voor mij de keuze snel gemaakt, dan doe ik het liever alleen. Dat ik samen met iemand dit ga doen, terwijl ik dan de helft krijg. Nou, dat is een schild die ik zojuist heb opgepakt. Helaas kan ik daar niks mee. Ik kan het even laten zien. Niks spannends. Maar mijn klasse heeft geen schild. Dus die heb ik helemaal niks aan. Mijn bag zit er ook vol. Dat is dan weer jammer. Dus eigenlijk moet je alles zo snel mogelijk zien te verkopen. Zo behoud je altijd... Godverdorie. Nee, die wil ik. Die wil ik. Ik was hier eerst. Viezerik. Die is van mij. Ja. Het is echt vechten om, een ventje hier, joh. Dat is echt... Kun je nagaan toen met de release van die game, toen die echt meteen uit was, dan staan hier gewoon duizenden mensen gewoon keihard op die beesten te beunen. Het kan soms dat je een uur bezig bent voor eens een opdracht. Jongen, jongen, jongen. Oh, er is er een. Die is voor mij, die is voor mij, die is voor mij, die is voor mij. Eén keer aanraken en dan is hij voor mij. Juist, jammer joh. Hoppakee. Nee, je hebt geen target, want je target is dood. is er nog eentje ergens? Hallo? Kom er even eentje jatten, mag daar? Oh, is. Overal wordt gevochten, dat is echt bizar. Deze hele grot wordt uitbewoond. Slechte woordkeuze, het spijt me. Oh, hier is er een. Jammer joh, die heb ik aangeraakt. Ja, ik mag hem hebben. Oké, rent hij ook gelijk weg, hè. Wat een ventje. Hey. I can't carry anymore. Ik weet er alles van. Oh, er is er eentje. Tag hem. Hoppakee. Eén keer aanraken is voldoende. Als je maar damage doet op dat poppetje, dan is die van jou. Dan kun je de kill. Dan krijg je de kill ervoor. Altijd heel belangrijk. 5. Hier nog eentje. Die wil ik. Thanks. Waarom doe ik hem eerst met het zwaardje? Met het zwaardje is sneller dan dat ik eerst die spel moet casten. Zoals je ziet, die spelcast die duurt even. En in die tussentijd kan iemand anders dat beest aanraken en is die van hem. Dus ik kies er altijd voor om eerst even snel aan te raken met mijn mes. Deze ga ik eventjes verwijderen. Want ik weet dat ik hier meer geld voor krijg. Zo. Ik wil er eentje jatten.
Ik wil er eentje jatten. Hé, hey, daar is er eentje. Ik wil hem jatten. Tikkie. Oh, is er staan er ineens veel hier. Oh, is. Hoppakee, hier nog eentje. Klats. En door. We stoppen nergens voor. Een vrek is lekker feest. De hele aarde beeft. En down. Nog eentje. Hoppakaas. Kijk, zo gaat het wel lekker als er niemand in de buurt is. Kijk, dan kun je echt door die questen heen blazen, zeg maar. Maar net zoals nu. Ja, die wil ik hebben. Kut. Als je echt allemaal moet vechten om zo'n ding, dan duurt het gewoon wel langer. En dat is, ja, vervelend. Oh, hier is er weer één. Klats. Pak er gelijk twee. Als dat gaat lukken en niet te veel pijn gaat doen, dan heb ik wel een probleem. Het gaat nog goed. Ik blijf nog leven. Kijk, mooi. Dan de volgende erbij. Als jij dan vast hem aan gaat vallen, dan maak ik deze af. Alleen mijn pet is ook bijna dood, zie je? Oh, is. Oh, nou heb ik een probleem, want hij is dood. Daar ligt hij, rip. En ik had geen mana. Nou heb ik inmiddels weer een heel klein beetje mana terug, maar nog niet genoeg. En mijn buff is afgelopen, zoals je ziet. Dus ik moet ook eventjes opnieuw deze dadelijk gaan aanklikken. Maar dat doe ik pas als hij dood is, want deze kost 50 mana. Die mana heb ik hard nodig om dit poppetje te killen, dus dat gaan we even niet doen. Ongelooflijk. Ga dood. Doe eens lief. Juist, kom op. Zo, dat was even billen knijpen. En dan denk je van, nou is je beest dood en nu? Ja, moet je hem opnieuw tevoorschijn toveren. Alleen, die kost 94 mana. En nou heb ik genoeg mana. Dus dan komt hij gewoon weer opnieuw. Moet je hem opnieuw oproepen. He? Dat hij dood gaat, dan mag je reet uit. Alleen het is een feit, want je moet hem steeds opnieuw oproepen. En je ziet meteen, bijna de helft van mijn mana is er gewoon af. Maar wij zijn klaar hier, dus wij boeken hem. Heb ik verder nog questen openstaan? Ja, deze. De burlap bandana's. We moeten rode bandana's van die gasten gaan jatten. En we zijn niet van deze gasten, maar die zitten aan de andere kant van dit gebouw. Daarachter ergens, achter die bomen. Maar we gaan eerst eventjes deze quest inleveren, want daar komen we nou toch langs. En ik ga eventjes de drinken pakken, want ik verrek van mijn dorst. Waar is de opener? Oh, hier. Kijk, was ontsnapte zo met zo'n balkje voor mijn ogen, of niet? Ja. Need help? Niet help, nee, maar ik wil wel een nieuwe opdracht. Be careful. Oh ja, die inventory, och, dat blijft een ellende. We moeten echt zo snel mogelijk zorgen dat we nieuwe bags hebben die we hier neer kunnen plempen, want ik kom steeds ruimte tekort. Dat is echt het grootste issue met dit begin. Dat je gewoon geen ruimte hebt om al die shit mee te nemen. Zo, alles verkopen. Huppakee. En door. Well met. Up de klops, hè. 6 armor in plaats van 4 is beter, dus die pakken we. Complete. Stel nou dat ik iets heb van dat het niet beter is, dan pak ik iets wat meer geld oplevert. Dus dan koop ik dat, pak ik die gewoon. Ook kan ik het niet dragen, ik kan het wel verkopen. Gouden tip. Even kijken, we moesten de red bandana dingen hebben. Nou, dan moeten we deze kant op. Die zitten daar bij dat veld erachter, bij dat hek. Hier worden ze ook massaal afgemaakt. We moeten die gasten killen hier. Die mandanen, die Defia-stuks. Kom eens hier, jij. Jij ook aanvallen.
Hoppakee. Kijk, deze zijn rood. Dus als ik bij deze beest, bij die gasten in de buurt kom, dan vallen ze hier gewoon aan. Dat is gewoon klaar. Ik kan het je wel even laten zien. Hier heb je die bandana, die moeten we hebben. 4 armor hebben we al, dus het heeft geen voordeel. Kijk, als ik dichtbij hun kom. Hup, valt die aan. Dus dan weet je, als je dat ziet van afstand en je klikt ze aan en je ziet, oh, het is rood. Dan moet je een beetje uit de buurt blijven, want voor je het weet, staan ze met 20 man voor je neus. En dan word je keihard in je blote tokens gepakt. In ieder geval, gelukkig gebeurt dat met ons nu niet. Kijk, maar je ziet hier dat ze best dicht op elkaar staan. Als je er eentje pakt, dan pakken ze gelijk de rest ook. Ah, is die getagd. Bah. Dan pakken we hem. En nou valt hij hem aan, omdat hij te dichtbij stond. Maar iemand anders heeft hem ook aangevallen, dus daar hebben we nu weer geen last van. Oh, wacht, we moeten wel even de bandana looten als hij hem heeft. Hij heeft hem niet. Dat is jammer. We moeten wel trouwens fucking veel. 12. The fuck. Nou, de volgende. Hopelijk heeft hij wel een bandana. Oh, dan word ik aangevallen. Shit. Nou, mijn beestje die valt nou aan. Je ziet van, hé. Hey, hij wordt aangevallen, dus dan moet ik maar gaan helpen. Dat is wel een beetje relaxed, zeg maar. Yep. En nou help ik hem met deze. En hebben we het allebei overleefd. Dat is mooi. Dan hebben we weer een nieuw item gekregen, zou ik. Wrist, dat is voor je pols. Als we die erin slepen, zie je ook de armor omhoog gaan. 72. Huppakee. En zo worden we langzamer beter. Sterker en sterker en sterker. En, oh, hij gaat al aanvallen. Dan doe ik het gezellig mee. Oh ja, moest je deze ook even doen. Hè? Weer eventjes die increased armor en 3 health per 5 seconden. Zijn ook handig. Kan een hele grote lifesaver zijn natuurlijk. Oei, die gast wordt... oei, die wordt flink in zijn... hè? Och, is mana weer op. Ongelooflijk. Och, nog eentje. Jongen, jongen, laat me toch maar rust, man. My mana is low. Ja, dan weet ik dat hij low is. Dat zei je net ook al. Pudupudum. Oh, dus komt er nog eentje aan. Opletten. Pak jij hem? Dan help ik jou mee en dan maak ik hem kapot. Het fijne is als je level omhoog gaat, dan krijg je wel gelijk je health en je mana volledig terug. Ik heb wel eens een situatie gehad dat ik echt bijna dood ging. Op het laatste moment komt er nog eentje bij. Toen killde ik een van die gasten waardoor ik level omhoog ging en dan kon ik die andere afmaken omdat ik toen weer volledig health en mana had. Dat is wel leuk. Nou, pak jij de volgende vast, dan maak ik hem af. Ja, val aan dan, jongen Pino. Je moet hier ook niet te lang willen blijven, want al die poppetjes die eerder doodgemaakt zijn door die andere spelers, die komen ook weer, die zijn aan het respawnen. Dus op een gegeven moment zit je echt midden in de shit. Dan moeten we echt gaan rennen, maar vooralsnog zijn we lekker bezig. We houden het nog vol, ik ga eventjes snel tussendoor even drinken. Kijk, ik kan... nu even snel aanvallen. Anders gaat hij dadelijk dood. Dan hebben we weer een probleem erbij. En dan door naar de volgende. En dan gaan we bijna level up weer, want we zitten weer bijna vol. Kijk, dat bedoel ik. Huppakee. Zo zie je, alles is weer helemaal volledig bijgevuld. En naarmate dat wij levelen, levelt hij gewoon mee. Hij is ook level 5. Zoals wij level 8 of 9 worden, is hij ook level 8 of 9. En zo gaan we langzaam verder. Defia stuk. Hier is er nog eentje en die is aangevallen. Nee, die is gewoon aan het rennen. Oké, top. Vallen wij hem aan. Ja, zo heb je verschillende soorten classes in deze game. Je kunt bijvoorbeeld ook een hunter zijn. Die vind ik persoonlijk ook super leuk om te spelen.
Een hunter is zeg maar, die schiet met pijl en boog. Of met een wapen, met een geweer. Ligt eraan welke klas je pakt. De Night Elf, die speelt met een boog. Pijl en boog. En dat vind ik persoonlijk ook veel leuker. En de dwarf, zeg maar, die kleine gasten, die hebben wapens. That's still recharging. That's still recharging. Not enough mana. Nou, val aan dan, Pino. Weet je wat ik even ga doen? Ik ga eventjes lekker muziek. Oei, sla bijna mijn flesje weer. Even een muziekje aanzetten. Zo. The season's coming, go like thoughts of you. Zo, dat is wel relaxed. Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Hier is er nog eentje. Go, 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 want hij gaat wel vallen. Nee, jij vuile vieze. Oeh, dat is dan weer jammer. Oh, oh, dan krijgen we gelijk 3 op ons dak, of niet? Maar gelukkig heeft die andere maar gevallen. Daar hebben we er geen last van. Daar is nog eentje, dat is de laatste en dan zijn we klaar. Ik hoop niet dat de muziek te hard staat. Als Marinda even kan zeggen of dat hij te hard staat, dan kan ik hem zachter zetten. Volgens mij staat het wel iets te hard. Ik zal hem iets zachter zetten. Zo. Volgens mij staat hij nou echt goed. Nog een tikkeltje? Kan wel. Oh. Good day to you. Good day to you. Nou, deze dagger die is beter dan ik heb. Deze die ik nu heb is 1-2. En deze is 2-4. Dus die gaan we pakken en die gaan we ook gelijk equippen. En meteen eventjes deze quest accepteren. How are you? Safe travels. Zo, en dan gaan we deze even omruilen. Zo. En dan gaan we eventjes die andere quest ook even toevoegen. Millie Osworth. Ik weet waar die staat. Die staat hier aan de achterzijde van dit pand. We moeten Garrick's Head hebben. Dat is een of andere gast. Dus de baas van die gasten die daar staan. Die staat daar ergens bij zo'n kampje. Staat die daar? Even kijken. Er staat zo'n huisje daar. In de verte. Ik weet niet of je het kan zien. Er staat daar een huisje. En daar zit één persoon die ik moet hebben. Die moet, hij heeft ons een opdracht gegeven om hem te killen. En als bewijs moeten we het hoofd van hem mee terugnemen. Dat is lekker. Hallo. Lekker fris ook, vooral. See you later. Maar geen paniek, je ziet zelf het hoofd niet. Het is gewoon net zoals dit, een item in je inventory, alleen dan met een hoofdje. Dus niet dat je zeg maar echt letterlijk dat ding eraf moet gaan kaas schaven. Nee. Oh, de chat is ook erg gezellig zoals je ziet. Je hebt er altijd van die opvallende figuren tussen zitten. We moeten ook eventjes deze emmertjes hebben. Dat is net een opdracht die we net geaccepteerd hebben. Millie's Harvest. Dat zijn berries of zo, van die kersen of zo. Ja, zie je. Daar moeten we er 8 van hebben. Dus we banjeren hier gewoon doorheen. Die mensen die vallen die poppetjes wel aan. En wij jatten gewoon snel even al die dingen. Kijk, hij wordt aangevallen. Oh. Oké, thanks. Die is voor ons. Hadden we geluk bij dat hij aangevallen werd, zo konden wij hem pakken. Ik denk dat ik deze heb. Hartstikke mooi. En die heb ik ook.
Ik was eerder als hem, dus ik krijg de dingen. Ja, ga jij maar rennen. Goed zo, hoef ik hem niet aan te vallen. daar staat er te veel omheen, dat gaan we niet doen. Wij gaan... Nou, trouwens, die wordt nou toch aangevallen. Dus wij kunnen nu gewoon lekker gaan looten. Huppakee. Zo, de volgende. Zo zijn we weer bijna klaar volgens mij. Nog maar twee. Kijk, hier is er nog eentje. Zo. En hier is er nog eentje. En dan zijn we klaar. Hopelijk spant er nou niemand in. We zijn klaar. Wat ik jullie ook nog niet uitgelegd heb, is wat die witte steen is. Want die zat er al standaard in mijn inventory, deze witte steen. Nou, staat er eigenlijk ook wat die doet. Hè. Het is de Hearthstone. En returns you to the Northshire Valley. Speak to an innkeeper in different places to change your home location. Dus stel dat ik hier, dit is mijn beginplek. Maar stel dat ik een quest heb die helemaal hier is. Stel hè, dat is niet zo, want het is het beginstadje, die gaat niet verder dan dit. Maar stel dat ik hier een quest accepteer, hier zit toevallig een stadje, dat weet ik uit mijn hoofd. Stel dat ik hier een quest accepteer en ik moet helemaal daar naartoe. In plaats dat ik, als ik hier klaar ben, helemaal terugloop, kan ik op die witte steen klikken en dan teleporteer ik standaard meteen hier naartoe. Naar het beginding waar ik naartoe wil. Zoals bij iedere stad heb je zeg maar een kroeg. Hè? Gewoon een standaard kroeg waar je lekker kan drinken en zo. En als je daar met de kroegenbaas praat, kun je daar jouw steen, die kun je daar opzetten. Zeggen van, joh, ik wil voortaan hier naartoe als ik hem gebruik. Het nadeel van dit ding is, als je hem eenmaal gebruikt hebt, moet je een uur wachten. Dat staat er ook, hè. Rechts onderin, tussen haakjes, 1 hour cooldown. Dus als je hem gebruikt, dan moet je weer een uur wachten voordat je hem weer kan gebruiken. Maar goed, het is beter dan niks. Ik moest deze inleveren, toch? Ja. Bij Abby. Waar was die andere dan? Oh shit, ik had die ene gast moeten killen. Dat heb ik helemaal vergeten. Garrick. Nou, dan leveren we deze even in en dan gaan we naar Garrick. Die zat erachter ergens. Hey there. Hallo. Safe travels. Accept en door. Even kijken, waar zat hij nou ook alweer? Daar volgens mij, ja, daar is het huisje. Dus dan lopen we recht vooruit. Een numlock, hè, dat hoef ik zelf niet te lopen, loopt helemaal zelf. Recht vooruit erin. Ik moet even iets checken. Nou, zal goed zijn. Oh, hier staan allemaal gasten. Kut. Oké, deze moeten we aanvallen, want die gaat ons aanvallen. Zie je, ik wist het. Lijpe shit. Oh, ze zijn al met een groep. Ah, gadverdamme. Dat meen je niet. Ze staan hier echt te vechten om dat ene ventje dat hier gekild moet worden. Ook wel geen fight aan een groep. Kijk, dan zie je het ook gelijk. Ik ben bij 3 andere mensen. En iedereen die hem nou kilt. Kijk, de lichte namen die zitten in de groep. Dus Cersei, die staat hier. Je hebt Vardar, die staat hierboven. En je hebt Renark, die staat hier. Als één van hun die gast aanraakt, dan krijg ik de killcount ook. We zitten allemaal in dezelfde party nu. Hoppakee. Er gaat gewoon iemand een level up. Dat hij de XP mee kreeg. Nice. Dus kijk, hier sta je. Oh, maat. Kijk, je kunt ook in party praten. Zeg je hello. Hello. En als ze een beetje sociaal zijn, dan zeggen ze ook hallo terug. Maar
Het blijft online. Kijk, er is echt er eentje. Hey, dat is Vardar. Hoosh! Oh, we zijn gewoon genaaid. Damn. Lucky Lina. Kutwijf. Die zat niet bij ons in de party. Die raakte hem al zeer staan, dus we krijgen hem niet. Ja, ik zeg, hij zegt invite, maar dat kan niet, want we zitten al vol. Want we hebben 4 man, plus ikzelf is 5. Je kunt met 5 man een party starten. En meer dan dat, dat gaat niet. Nou jongens, ronde nummer 2. Ik zet mijn pet even op agressief. Dat is ook een goed idee. En dit is echt, dit is het probleem. Hè? Als de game net uit is, iedereen is massaal bij het beginpunt. Of net of verder, iets verder. Je zit gewoon te vechten op je shit. Maar ja, we moeten hem wel hebben. Dus dan drinken we er dan maar een. God, non, mijn nakende. Nou, de kerk is weer dood. Christ. Alright. Steeds is iemand anders die hem killt. Buiten onze groep om. En ja, dan krijgen we de killcam niet. Dat is echt fucking kut. Er is hier dus iemand die staat hier al een half uur. Dat is wel zuur. Die gast, ik kan het niet geloven. Er staat hier gewoon een half uur hier te wachten. En steeds is iemand anders sneller als hem. Ave Maria. Now keep attention. Hij kan op ieder moment spannen. Iedereen gaat er omheen staan. Kom nou. Yes, we hebben hem. Kerig's head. Hoppakee. Yo, missie. Later de groeten. Bedankt voor de party. Waarom is mijn poppetje aan het aanvallen? Ga mee, man. Kijk, daar komt hij aan, hoor. Kijk hem snel zijn, joh, gek. Weet je waar ik me eigenlijk op vind lijken? Op zo'n lelijke chihuahua. Dat doet hij me aan denken. Zo'n echt zo'n spuug lelijke oude chihuahua of zo. Ik weet niet. Dat vind ik. Mijn mening. Ik weet niet. Ik heb wel eens een keer zo'n chihuahua gezien. Dat was echt fucking lelijk. En dat doet me aan denken. Ik weet niet. Ik heb er een beeld bij. Dus zoals jullie weten, ik denk in plaatjes. Dus als ik zoiets zie, dan heb ik iets van nee. Gadverdamme. Zo'n spuuglelijke hond. Nou, we kunnen er 2 inleveren, zie ik. Ik zie 2 gele puntjes. Eentje donkerder. Dat komt omdat deze buiten staat. En ik ben ook buiten. En die andere die staat binnen. En ik ben niet binnen. Dus je zult zien. What can I do for you? Wacht even. 5 van deze moet ik hebben. See you later. Als ik nou naar binnen loop, wordt dat puntje ook geel. Zie je?
En toevallig weet ik ook dat hij hierboven zit. Kijk, wat, ik sta nou op het puntje, maar je ziet hier niemand. Dat kan één ding betekenen. Of hij zit boven me, of hij zit onder me. Nou, onder me kan niet, want er is geen basement. Dus we gaan naar boven. Dan zul je zien dat hij dadelijk bovenaan de trap aan de linkerkant staat. Daar is die. Cloak 5. Nee, dan pak ik deze. Ik kan het niet aantrekken, maar ik weet uit mijn hoofd dat dit meer waard is dan hij. Dus dan pak ik hem, want ik heb al een cloak die 5 armor heeft. Dus heeft geen zin om deze dan nog een keer te pakken. Have a good one. Zo. En dan spring ik hier naar beneden, want dat is gewoon sneller. Hoppakee. Leuk is dat je pet dat niet doet. Die gaat echt via de trap omhoog of omlaag. Hier is die pop. ik moet naar buiten toe, want buiten is mijn trainer en ik ben betaald. Oh, wacht hier. Even kijken, dan moet ik even de questlog erbij pakken. Report to Goldshire. Oké, we zijn nou klaar. Level 5. Van 1 tot 5 is de starterzone. En wij zijn nou klaar. We hebben nou de opdracht gekregen om naar Goldshire te gaan. Goldshire ligt hier ergens ongeveer. Daar moeten wij ons, daar moeten we naartoe gaan, moeten we gaan praten. Hallo. Krijgen we nieuwe opdrachten die we moeten doen. Nieuwe spells in Myolate. Verbrand de tegenstander voor 10 damage en doet ook nog eens 20 extra damage verspreid over 15 seconden. Nou, die moeten we hebben. En deze doet eigenlijk hetzelfde. Corrupt target causing 40 shadow damage over 12 seconden. En dit is weakness, maar die gebruik ik niet, want... See you around. Ik vind dat niet zo'n hele fijne spel. En aangezien ik maar één corruption kan gebruiken en ik al een corruption spel heb, heeft geen zin, want als ik die dan over die andere corruption heen doe, dan vervalt die al oude spel. Dus ja, het heeft geen zin om twee corruptions te kopen. Oh, we moeten even de Lex aantrekken, want die is 9 en we hebben er eentje aan, die is maar 4. Dus die gaan we vervangen. Hebben we verder nog iets waar we kunnen upgraden? Ja, de... Gloves kunnen we upgraden. De rest niet. De rest moeten we dadelijk even gaan verkopen. En we gaan eventjes naar de grote stad. Om professions op te pakken.